Hey, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Hearts of Iron 4. De Marines zijn precies op het goede moment klaar. Dat betekent dat we ze hier even kunnen omscholen. Zij gaan zich namelijk voorbereiden op de invasie van Australië naar Nieuw-Zeeland. Dat betekent dat zij hier gaan patrouilleren. Even opnieuw die order geven. Dus hier naartoe. En als je er eenmaal bent, patrouilleren. Alright. De Creeks Marine, deel 1, zit als het goed is al hier. Nee dus. Hij gaat hier, wat mij betreft, wel volop patrouilleren. Dit leger hier bereidt zich voor op de aanval naar daar. Waarbij een klein aantal een naval invasion mag voorbereiden naar, laten we zeggen naar hier. Go, go. Zij hier dus ook met z'n achten naar daar. Oké. Check, dat loopt allemaal. De troepen voor Mexico zijn bijna klaar. Eentje gaat nog van hier naar Brazilië. Deze invasie hier staat klaar. Dan is de kwestie van nu claimen, justify. Pak gewoon het eerste de beste, dan is die claim lekker snel. Mexico City, chuck, 25 dagen. En de aanval op Noorwegen kan volgens mij al meteen beginnen. Die claim was volgens mij af. Yep, call allies. En die is meteen begonnen. Oké, betekent dat jullie, dat geloof ik allemaal wel, meteen volle bak in de aanval gaan. En we hopen dat dat ook lukt. Sweden joined the allies. Oké, my best. Select all. Hier moeten we even zien door te breken. Het gaat gelukkig goed. Geen vocht, natuurlijk wel allemaal berg. Maar we zetten niet voor niks de mountain troops in. Beetje een lastig front hier. Vooral omdat het heel smal is. Dus de vraag of dat de computer dat allemaal goed gaat regelen. So far so good. Zo. Laten we maar gewoon helemaal daar naartoe vechten. En dan zien we daarna hoe we het verder oplossen. We kunnen nog het een en ander bouwen, maar volgens mij heeft het niet zo heel... Oeh, convoys. Die moeten we wel hebben. Zo. 6 per week. Lijkt me goed. Ik weet niet hoeveel we er nodig hebben. Met name voor die invasions hebben ze natuurlijk hard nodig. Dit gaat goed. En er komt er in ieder geval een x-aantal bij, dat is op zich al gunstig. Must rally behind the cause. Daar gaat deze. Yep. Zo ja, mooi. Kijk, en dan schuift ineens dat front op. En dat is dus heel raar. Hop. Nou, tot aan daar. Go. En voor jullie precies hetzelfde. Zo. En als we daar eenmaal zijn, kunnen we ons verdelen in een groep richting Zweden. Dat zullen vooral de gewone infantry zijn. En een groep naar Noorwegen. Dat worden dan de Mountain Infantry. Zo, check. Claim richting Mexico City is af. En voor Brazilië ook. Declare war. Bam. En dat kan hier dan ook volgens mij. Check. Oké. Mooi. Right. Jouw aanval gaat eerst even... Zo. Check. En de andere helft.
Dan eventueel deze. Zo. Right. Dit zal vooral een supply probleem worden. Het is natuurlijk lastig om hier goed door te breken. Een beetje de hoop is dat alle Brazilianen zich ook hier maximaal gaan concentreren. Want dat geeft de mogelijkheid om met deze jongens ook een aanvalletje uit te voeren. Laten we beginnen met 3 stuks. Waar stond hij nou? Daar, van hier naar daar. En go. Ik denk dat hier is Kriegs Marine 2. Ja, die zit daar al. Perfect. Patrol van hier. Zo. En eventueel ook daar. Yep. Gaat 18 dagen duren. En natuurlijk daarna nog even wachten op de convoys. Maar dat zal uiteindelijk wel goed komen, denk ik. Deze gaat net beginnen. Die dan waarschijnlijk ook, ja. 2 invasies om in de gaten te houden. Met name deze is natuurlijk heel spannend. Best een gevaar. Wow, dat is hier aan de hand. Oh, Japan heeft al een landing gedaan. Top, dat leidt ze alleen maar mooi af. Helemaal goed. Oh, we zitten net hier Portugese versterkingen, geloof ik. Dat is dan weer minder. Ja, dit kan wel eens een hele lastige worden. Dus misschien ook maar eens even wat in nukes investeren. Oké, okay, Zuid-Frankrijk wordt de nuclear test ground. Dit zit muur vast. Dit loopt. Die is onderweg. Die is geland. Oké, top. Het is ook meteen een haventje. Dan zou ik zeggen, doe je ding. En daarna nog naar hier. Alright, go. Dat is allemaal niet zo heel gevaarlijk. Deze 80. Die gaat lukken, zo te zien. Nou, hij zakt wel terug. Nu stijgt hij weer een beetje. Nee, dat gaat denk ik niet lukken. Jammer, idee was goed. Cancel. Delete. Oh, dat kan dan niet. Deze 3 dan. Hop, deze 8 weer. Bij die 11. Nou, komt wel. Van hier dan. Lekker naar het zuiden. Op het ronde nieuwe kansen. Dit gaat nog steeds goed. Geen enkele tegenstand. Mooi zo. Mexico, dat gaat zo te zien ook redelijk. Nu met z'n tweeën daar naartoe, waarbij eentje dan een potje zo maakt. Zuid-Amerika, hoe zit het met die tankinvasie? Die komt op gang, mooi. Is al gelukt zelfs. Dit gaat niet lukken, dat is jammer. Het zat ook een beetje in natuurlijk dat het niet zomaar ging lukken. Nou, mocht u tanks kwijtraken, is het ook geen ramp. In ieder geval even omsingelen. Nee, dit gaat hem niet worden. Nee, helaas. Jammer. Die was weer goed. Deze 3 hier. Hoe lang heb die nog nodig? Die gaan vertrekken. Zijn al vertrokken. Oké. Okay. Hey, zij zijn hier gestrand. Oké. Okay. Er staan hier maar 11. Waar de rest van gebleven is, geen idee. Ik geef je even een nepfront. Oh, trouwens, dat is helemaal geen slecht idee. Go. Ja, nou hebben we alle marines weer samen. Maar deze 3... Oh, die horen hem daar bij. Ja, daar maken we even een apart dingetje van dan. Ah, dan gaat die invasie weer niet door. Handig. Nou ja, laat me even zo. All in good time.
eigenlijk te veel oorlog om het tegelijk in de gaten te houden. Dit gaat allemaal goed. Dit gaat ook heel gemakkelijk zo te zien. Dus moet ik het nog even agressief doen. En dan stort het hele zootje volgens mij meteen in. Zuid-Amerika. Tanks zijn er nog wel. Maar daar is het ook mee. Oh, wacht, ik had hier natuurlijk makkelijk een haven kunnen bouwen. Terugtrekken. Cancel. En terug. Hier ook maar een pogingje dan. Hop. Ook blijven zitten. Zo. En dat tussen dan maar even. Een nieuwe invasie pakken. Zo, tweemaal. Van hier naar daar dan. En go. Dat is niet zomaar gedaan. Hier zit ook bijna geen ruimte, met name omdat de supplies ontbreken. Cancel. Die kant op, juist. Dan kun je makkelijk naar daardoor. Hoppatee. We hebben geen supplies, maar hij heeft denk ik hetzelfde probleem dat er voor hem ook lastig aan te voeren is. Mexico capitulated. Oké, top. Ik denk dat we de infantry units, wat mij betreft. Oh, bijna wordt een Italiaans gebied ook. Dat is helemaal flauw. Want we zijn natuurlijk gewoon vanuit ons eigen gebied aangevallen. Damn it. Laat maar gaan. Ja, het maakt voor het front op zich niet uit trouwens. Maar dan kan ik het hier ook niet verbeteren. Dus alles terug. Hoppatee. Delete, delete. Dan gaan we gewoon even allemaal weer daar zitten. Dan wachten we gewoon even rustig af. Zo. Tussen Zuid-Amerika, dat loopt nog. Invasie nummer 2, of poging nummer 2 moet ik eigenlijk zeggen. Deze, nee, heeft ze niet gered. Let's go. Ondertussen kunnen we ook hier weer claimpjes leggen met... tanklegers. Select all. Hoppatee. Justify. Conquer. Justify. Conquer. Justify. Conquer. Justify. En conquer. En deze ook. En tenslotte. Oké. Goed, dat gaat allemaal lopen. Ja, er ook maar even tegenaan. Hoppatee. Off you go. Naval invasion, daar komt hij aan. Hopen dat lukt. In ieder geval niet de havenstad die we wilden hebben. Alrighty. Bom. Blijven zitten nu. En gewoon maximaal alles op dat haventje zetten. Go. Kijk hoe dit gaat. Voorlopig zit je hier veilig. Vooral geen aanval inzetten. Het is alleen maar dom. Bewaar je supplies. Oké. Terug naar Azië. Dit is denk ik wel afgerond hierboven. Nee, ga nog volle bak door. Geen idee waar ze dan op wachten, maar... het is gewoon een kwestie van gaan. En dan eentje die zegt van... nou, wij regelen het hier beneden wel. Zo. Inderdaad. Houden we nog altijd stand. Dat is de timer. We wachten hem heel even af. Kijken of dit haventje wel of niet gaat lukken. Hij houdt voorlopig nog prima stand. Construction. Dat gaat lang duren. Iedere keer als je wordt aangevallen kan je natuurlijk niet doorbouwen. 2 juli. Dat duurt echt nog even. Nou ja, zo be it. Er maar weer eentje bij. Apart frontje. Van hier. Gewoon maar even overzetten. Duurt al 7 dagen. 3 dagen maar. Helemaal mooi. Dan kunnen we dat misschien ook wel met 3 tegelijk. 1, 2, 3. Zo. Ja, dan wordt het iets langer.
Nou, dat is 24 dagen, is wel net te lang misschien. Daar moest hij bij, juist. 10 dagen, mooi. Hopen dat hij het volhoudt, voorlopig wel. Maar goed, het is nog lang geen 2 juli natuurlijk. Komt er weer eentje aan, houdt hij weer vol, mooi. Maar de tegenstander ook niet echt veel supply heeft, dus dat is ons voordeel. Oké, een heleboel claims hier die finished zijn. Daar gaan we dan, declare war. Declare war. Declare war. San Salvador zijn we denk ik vergeten. En declare war. Oké, goed, daar gaan we. Met het hele zootje naar daar. En naar daar. En van daaruit door naar hier. En door naar daar. Dit is van... Is dan van mijn bondgenootje. Oké. Daar komen de nodige declarations bij. En dan gaan we hem hier gewoon even afronden. Zij mogen agressief gaan binnenvallen. Het is dus nog steeds niet helemaal gedaan met de Conquer the World campaign. Het gaat wel de goede kant op. Laten we hopen dat het ook zo door blijft gaan. En Zuid-Amerika in de volgende aflevering ook valt. En dan is alles compleet. Goed, voor nu bedankt voor het kijken. En heel graag tot die volgende keer.